Welkom bij de B+ Nederland podcast. Bij deze podcast staan ervaringen en verhalen van B+ mensen centraal. En in Nederland zijn dat er maar liefst 1 miljoen. Alleen hoor je daar nog te weinig over. Vandaar dat wij deze podcast maken om zo bij te dragen aan de zichtbaarheid van B+ ervaringen. Ik ben Stan, jullie host voor vandaag. En iedere aflevering sluit ook weer hartstikke gezellig een co-host aan. En deze keer is dat Sarah. Hallo. Hallo, welkom. Hallo. Hoe zit je erbij vandaag? Ja, best wel goed. Ja. Nou, fijn. Heerlijk. Leuk onderwerp. Ja, nou goed. En over dat onderwerp gesproken, dat is vandaag Newbie Plus. Sarah, newbie, dat betekent voor ons dus iemand die nieuw is in het B+ zijn. Dus wanneer je net hebt ontdekt of ervaren dat je meer dan op één gender valt. En wat zijn jouw ervaringen als je nieuwe newbies spreekt? Ja, mensen die nieuw zijn in de wereld van B+, of die daarover aan nadenken zijn, of soms misschien nog twijfelen, of een beetje zitten te kijken naar, nou, wat voor labels passen er bij mij, of past niet bij mij, of wat moet ik ermee aan eigenlijk? Heb je ook soms zo'n hele concrete vraag. Tuurlijk, ja. En wat ik wel zie bij mensen die dan newbie zijn, is eigenlijk een soort van spanning. En soms kan dat zijn van, nou, ik vind het allemaal een beetje eng. Ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet. Maar vaak is het ook wel een leuke spanning van, oh, het leven is toch anders dan ik gedacht had, zeg maar. Ja, het klinkt heel breed, maar mensen ontdekken dan toch iets nieuws van hunzelf. Wat er of al heel lang lag, of waar ze opeens achter komen. Ja. En dat vind ik wel leuk om te zien want vaak komen ze dan naar workshops of naar meetups, dat mensen dan toch daarin groeien en dan op een gegeven moment ook die vrijheid ervaren van, oh, dit is een onderdeel van mij en dat mag ik claimen. Ja, ja. Je ziet mensen gewoon helemaal zichzelf worden. Ja, ja, dat is zo mooi om te tot zien. Tot bloei komen. Ja, zeker. Ja, ja. Zeker. iedere keer hebben we natuurlijk ook een gast in onze podcast. En deze week is dat Marijn. En we gaan samen met Marijn spreken over zijn ervaring als newbie plus. Marijn, hoe zit jij erbij vandaag? Ja, wel goed. Ja. Ja. Nou, heerlijk. Ja, ontspannen. Ja, je zit ook lekker ontspannen bij ons op de bank. Heerlijk. Ja, vertel iets over jezelf. Wie ben je? Hoe label je jezelf? En wat betekent newbie plus voor jou? Oké, okay, ja. Ik ben Marijn, ik ben 55 jaar en ik weet niet of ik het label B+ voor mezelf gebruik. Ik ben B+, ik ben biseksueel. Ik denk dat ik dat als woord het meest gebruik, als er over gesproken wordt. Maar newbie, nou, ik ben nu 6 jaar uit de kast. Ja. Dus newbie, nee, maar ook wel nog steeds een heleboel te ontdekken en uit te zoeken. Je bent nu newbie af, maar het was het natuurlijk wel. Ja, ik was het wel, zeker. Ja. Ja. Hoe kwam je erachter dat je B+ was? Ik had het net met mijn ex uitgemaakt. Ja. En toen realiseerde ik me, nou ja, oké, dus nieuwe liefde mag. En toen bedacht ik me ook, dat hoeft niet per se een vrouw te zijn. Mm-hmm. Was het een lange relatie ook waar je uit kon? Het was 13 jaar. Mm-hmm. Ja. En toen realiseerde ik me dat ik dat eigenlijk ook heel erg weggestopt had. Dat het er altijd al wel was. Ja. Maar ja, joh, ik was in die relatie hondstrouw. Dat was ik sowieso altijd. Dus de gedachte, ik ga eens wat anders uitproberen, dat kwam niet eens bij in me op. Ja. En ik denk, als ik voor haar dat zat uit. Nee, dat durfde ik helemaal nog niet voordat ik haar tegenkwam. Ja. Überhaupt, om dat te gaan verkennen. Maar ik wist wel toen, dus dat toen ik me dat realiseerde, wacht even, er is meer dan hetero voor mij. Had ik ook wel meteen het gevoel, dan moet ik dan nu ook maar eens aan mezelf toestaan, want anders komt het er nooit meer van. Ja, precies. En dat voelde wel bevrijdend. Ja. Dat was wel
Oh, waar ben ik dan eigenlijk altijd bang voor geweest? Ja, ja. Ja, want dat vroeg ik me dan af. Want wat heeft naast die relatie dan natuurlijk jou tegengehouden om dat niet toe te staan tot dat moment? Nou ja, heb je even. Ja hoor. 6 jaar verder weet ik ondertussen ook wat beter. Ook vanwege wat andere dingen die in mijn leven spelen. Hoe het allemaal bij mij werkt van binnen. En ik heb, denk ik, tot mijn 49ste, nu 6 jaar geleden, sowieso een leven geleid waarin ik mezelf maar waar weinig toestond. Mm. En het uit de kast komen is een eerste stap geweest om mezelf dingen te gaan toestaan. En ondertussen... Yeah. Ja, hek van de dam. Niet meer te stoppen. Niet meer te stoppen. Nee, ja. Ja. Nou, dat is ook weer niet waar. Maar... Nee. Ja, nee, ik hou mezelf nog steeds op allerlei manieren heel slinks toch tegen. Mm-hmm. Waarom doe ik dit? Ik kan ook gewoon ja zeggen tegen mezelf. Ja. 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 Want heb je bijvoorbeeld op de middelbare school of in je puberteit gemerkt van, ik ben misschien toch niet hetero, misschien is er iets meer? Nou, ik ben me er nu achteraf bewust van geworden. Mm-hmm. Maar ik denk dat dat dus toen al speelde, toen ik zeg maar als puber voor het eerst eens ging kijken van wat is dat dan verliefd zijn. Ik werd wel altijd verliefd op meisjes. Ja. Maar ik had ook altijd enorm moeite met hoe doe je dat dan? Ja. Ja. En nu terugkijkend weet ik dat een onderdeel daarvan is van ja, maar wat is dat dan man zijn? Wat is dat dan je tot vrouwen verhouden? Dat heb ik altijd al. Wat een rare hokjes en kaders. Ja. Ja. Waarom moet ik de jongen als jongen altijd het initiatief nemen? Ja. Dat vind ik een hele moeilijke. En ja, maar al die conventies, daar heb ik altijd al vraagtekens bij gehad. Ja. Alleen ik stond mezelf nooit toe om het eens anders te proberen. Ja. Ik vond van mezelf dat ik moest kunnen wat er van me verwacht werd. Ja. Ja. En hoe was het dan voor je om op je 49ste uit de kast te komen als biseksueel? Nou ja, wat ik net al zei, bevrijdend. Ja. Ja, dit klopt. Ja. En ja, ik heb het toen eerst eens aan wat goede vrienden verteld en aan mijn ex. En daar werd het goed ontvangen. Dus oké, nou ja, door. Ja. Maar dan weet je nog helemaal niet waar je aan begint. Dus ja. Ja. En bovendien, ja, ik zat in die scheiding en ik was op zoek naar een huis. Ja. En een half jaar later raakte ik ook mijn baan kwijt. Dus alles ging op zijn kop. Ja. Dus het echt onderzoeken van wat wil ik dan met mijn B+ zijn, dat kwam ook even niet meteen. En toen kwam COVID. Ja. Oh ja. Ook nog. Ja. Oh. Ik weet echt nog dat ik letterlijk dacht, oké. Dus voor mezelf heb ik dit punt bereikt en nou mag het niet van de wereld. Ja. Zoiets ging in mijn hoofd. Ja. Maar toen, ja, B+ Nederland was net opgericht. Mm-hmm. Ik had de Facebookgroep gevonden. En toen was er een dag gepland en die ging niet door en toen werd het online. Ja. En ik dacht, oh, maar dat is ook leuk, online. Het is eigenlijk heel veilig. Ja. Dat is eigenlijk wel fijn. Ja. En toen die eerste zomer, toen het weer wat vrijer werd, toen had ik met een paar mensen initiatief om een picknick te organiseren. Ja. En dat viel samen met de plannen van B+ Nederland. Dus GJ van B+ Nederland toen nog, die benaderde mij, zullen we dat samen organiseren. En zo ben ik ook uiteindelijk de organisatie ingerold. Ja. Yeah. Ja. En ook dat past wel weer heel goed bij mij, want ik ben iemand die het heel fijn vindt om veel te weten, zodat ik nog niet al te veel hoef te doen. Dus dat was ook veilig. Ja. Ja. Heel leuk. Dus ja. Ja, dus ik weet er een heleboel van, maar in de praktijk gebeurt er eigenlijk helemaal niet zoveel hoor. Nee, dat is ja. Nee, en ik heb er ook geen haast mee, merk ik. Mm-hmm. Ik zie wel. Ja. 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 Denk je dat het heel veel had uitgemaakt als je dit
20, misschien 30 jaar eerder had geweten. Nou dat, ja, dat, want dat is dus zo'n kluwe van allemaal dingen die ik mezelf niet toestond. Dus dat is heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Ja. Want stel dat ik toen die keuze had. Ik denk dat een van de belangrijkste dingen wellicht was geweest als ik wat meer gewoon hier in Amsterdam in de studentenstad ging wonen en niet heen en weer ging trainen. Ja. Dat ik heel lang heb gedaan. Want waar moest je vandaan trainen? Alkmaar. Ah, ja. Niet geboren, maar wel getogen in Alkmaar. Mm-hmm. Dan was ik geconfronteerd geweest met een situatie waarin ik wel moest. Denk ja. Ik. En stel je voor dat ik dan toen, dan had ik denk ik wat eerder uitgeprobeerd. Ja. 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 Dan was het de praktijk en niet de theorie. Ja. Ja. Precies. Ja. Qua tijdsbeeld, had het dan ook nog uitgemaakt, denk je? Nou ja, maar dat heb ik dus van horen zeggen. Dat heb ik natuurlijk zelf helemaal niet meegemaakt. Nee. Het was natuurlijk nog allemaal heel erg homo. Ja. Of niet homo. Ja. Voor mannen. En tussenweg bestond er amper. Ja. Dus ik weet niet hoe ik daarin genavigeerd had. Mm-hmm. Ik weet niet of ik dan open was geweest over het feit dat het bi was. Voor mm-hmm. Ja. Of misschien had ik dan wel heel lang gedacht, ik ben homo. Mm-hmm. En pas veel later dan weer ontdekt, nee, bi is ook goed, mag ook. Ja. Ja. Dat zou ik gekund hebben. Ja. Ben je er in die zin misschien eigenlijk blij mee dat je het nu hebt ontdekt en niet toen? Ik moet daar een antwoord op geven. Ja, misschien moet ik maar wel zeggen ja. Want ja, ik ben iemand die zichzelf te gauw tegenhoudt. Dus dan had ik me op een andere manier weer mezelf tegengehouden, denk ik. Dus het feit dat de wereld het nu wat beter snapt. Ja. Dat die seksualiteit in die plus bestaat. Ja. Maakt het voor mij ook wat makkelijker om daar zelf ook vooruit te komen. Ja, precies. Ja. Ja. En Sarah, je hebt natuurlijk vaker, spreek jij met newbie-plussers. Ja. En hoor je dat vaker, dat op late leeftijd mensen er dan achter komen? Ja, zeker. Ja, ik denk dat er echt, en daarom wilde ook zo graag Marijn interviewen eigenlijk. Ik denk dat er meer, voornamelijk, zover ik weet, bi-plus mannen zijn in ieder geval, die ofwel wisten van, vroeger van, ik voel aantrekking tot meer dan één gender. Maar daar heb ik niet iets mee gedaan. Dus even tussen aanhalingstekens. Ja. Want ja. Je bent natuurlijk nog steeds bi plus. Ja. Maar dat ze dat niet hebben ontdekt of dergelijke. En dat ze pas later, na bijvoorbeeld een scheiding of na een lange relatie of überhaupt gewoon dat er iets gebeurt in hun leven. Waardoor ze denken, oh, nu is er al iets veranderd en nu ga ik dit ontdekken. Maar er zijn ook nog wel genoeg bi-plus mannen van die leeftijd, denk ik, die newbie zijn, die ook in een andere relatie zitten, al dan niet vaker met een vrouw, zeg maar. Maar dit is allemaal anekdotisch. Maar ik denk wel dat het een grote onderbelichte groep is. En ik denk ook, later in het seizoen hebben we ook een aflevering over bi-plus en mannelijkheid. Ja. Dan ga je dit er wel meer over hebben. Maar ik denk dat dat echt een specifieke uitdaging is eigenlijk voor bi-plus mannen. Ja. Ja, wat je ook zegt met die hokjes en conventies. Ja, en voor mij zit daar, dat kom ik dus ook gaandeweg achter. Het heeft voor mij inderdaad ook met mannelijkheid te maken. Ja. En wat is dat dan, man zijn? Ja. En ik merk dus dat ik daarin ook dingen gewoon veel meer loslaat. Ja. Dat ik, ik hoef niet een ander lijf. Dat is allemaal prima, maar ik wil niet meer aan die verwachtingen hoeven voldoen. Ja, die norm van. Of zo. Ja. Nou ja, ik kleed me wat vrijer, zeg maar. Dat ben ik echt aan het uitproberen en daar ben ik ook wel trots op. Ik durf palen van hakken te dragen. Ja, zeker, dat kan ik niet. Ja. Dat vind ik ook gewoon leuk en dan krijg je complimentjes en soms krijg je blikken en prima, doei. Ja. Blikken uit jaloezie. Ja. Maar ook bijvoorbeeld, waar ik het dus net ook al over had tussen jongens en meisjes, dat je als jongen geacht wordt het initiatief te nemen. Ja. Dat hoeft niet per se, kan wel, maar gewoon niet, kijk maar, kom maar. Ja. Ja. Wat nog meer. Maar ik merk ook wel dat ik soms zachter beweeg. Heel gek, maar daar ben ik me van bewust van. Ja. Dat ik
Dus ik merk dat ik wat meer dit doe. Ja. Ik je hand weer. Ja. 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 Dat is niet gedaan hoor. Nee, dan was ik me er bewust van gestaan. Nee, dat hoort niet. Ah. Ja. Wauw. Ja. Dus eigenlijk heeft het de realisatie toen je newbie was, eigenlijk was dus bevrijdend op heel veel manieren. Ja, 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 met zeggen, dat hoor ik ook. Ja, ja toch? Ja, ja, dat is mooi om te zien. Ja. Zeker. Ja. Wat is jouw, of nou, wat is het mooiste wat het B-plus zijn jou heeft gebracht? Nou, die vrijheid dus. Ja. Ja, ja, dat ik me steeds bewuster word van... Ja, maar dit heb ik niet bedacht. Dit hebben anderen bedacht. Ja, daar hoef ik me niks van aan te trekken. Ja, dat is ook zo belangrijk. Dat er ooit mensen zijn geweest die dit zo bedacht hebben. Dat dit de, zeg maar even, norm is. Ja. Waar heel veel mensen ook niet over nadenken dat dat ooit allemaal bedacht is. Ja. Totdat je buiten de norm valt. Ja, dat je buiten de norm valt. En dat mensen dan denken, ja, wat is dit? En dan... Vandaar die spanning bij veel newbies, denk ik. Ja, tuurlijk. Ja, super logisch. Ja. Want ja, je gaat ook buiten je comfortzone. En die ben je aan het oprekken. Omdat op een moment ga je nagellak dragen. En dan denk je, oh, dit is gewoon heel leuk. En je krijgt er complimenten op. Of er gebeurt eigenlijk niets anders. Dus ik kan daarin wat vrijer zijn. En dan ga je andere kleding inderdaad dragen. Ja. Dat heb ik ook wel gehad. Dat herken ik ook wel. Van toch iets makkelijker met kleding omgaan en echt dragen wat ik leuk vind. In plaats van dat ik denk van, dit wordt er van me verwacht. Ja. Dus ik draag dit maar niet. Ja. En dat soort dingen. Ja, ja, of zeggen dat je niet hetero bent op welke manier dan ook. Dat je zegt, ik ben bi, ik ben pan, ik ben queer. Of, ik weet niet zo goed. Ik laat het gewoon lekker gaan. Ik word gewoon verliefd en dan zie ik wel. Ja, dan zie ik het wel inderdaad. Ja, dat is ook een hele stap, denk ik, om dat te doorbreken. Want want die norm waar je het over hebt, is natuurlijk ook deels die monoseksuele norm. Van je bent homo of hetero. Ja. Dat heeft ook iemand bedacht. Ze gaan eerst vanuit dat je hetero bent. Dan zeg je nee, dan zeggen ze, oh, dan ben je homo. Ja. Maar ja. Ja, dat is toch interessant. Dat is allemaal bedacht. Maar toch is het een soort standaard element dat in heel veel mensen hun hoofd gewoon zit. En wat bijgebracht wordt. De hokjes, hè? Ja, oprecht. Maar ik vind het daarin ook een soort bevrijding om gewoon te kunnen zeggen, ja, ik word gewoon verliefd op iemand. Ja. En wie dat dan is. Dat zien we dan wel weer. Ja, dat zien we dan wel weer. Ja. wat zou je andere newbies mee willen geven? Sowieso als eerste, het is nooit te laat. Ja. En dat is voor de ontdekking zelf geldt dat. En voor alles wat je er daarna mee doet, geldt dat ook. Ja. Het is nooit te laat. Dus je hoeft ook geen haast te hebben. Zeker niet. Nee. Heb je ook niks aan? Nee. Ga je dingen forceren? Moet je helemaal niet willen. En voor wie doe je dat dan? Ja, je moet het gewoon voor jezelf doen. Ja, precies. Ja. Dan nog meer. Ja, en je gaat ook bij jezelf ontdekken hoeveel er mogelijk is. Of dat nou gaat over je seksualiteit, je geaardheid, of je expressie, of wat dan ook in je leven. Ja. Hoeveel meer er mogelijk is. Ja. 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 Dat? Ja. Ja, ik denk dat het ook wel ziet bij jouw verhaal inderdaad. Van je zet één deur open en opeens volgt de rest dan. Inderdaad, dat is heel herkenbaar ook voor mij. Ja. 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 Ik denk dat het me ook wel geholpen heeft in durven stappen te zetten in wat ik dan wel wilde doen in plaats van die baan die ik vroeger had. Ja. En dat ik mijn theaterwerk nu zoveel meer plek in mijn leven heb kunnen geven. Echt bent gaan doen wat je leuk vindt. Ja. Ja. Doordat je dus die zelf kan zijn. Ja, ja, precies. En ik ben ook enorm gegroeid in dat werk, omdat ik meer mezelf durfde zijn. Ja. 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 En die vrijheid heeft er dus weer voor gezorgd dat je ook vrijer kan zijn in je hobby's volgen. En, ja. Maar ook in je carrière. Ja. En ook, dus ook veel beter weten, ja, maar oké, dit komt nu op mijn pad en het zou in mijn carrière kunnen passen, maar het past niet bij mij. Ja. Dus, ga maar dan. Voor een ander. Precies. Niet voor mij. Ja. Nee, en de dingen die je wel wil, wel. Ja, oké, het komt op mijn pad, past in mijn carrière, maar ik wil het ook echt. Ja. Ja, en je weet hoe dat voelt intussen. Ja. Want je weet, als je die jezelf aan het ontdekken bent en je steeds meer merkt van, oh, dit ben ik. Dit, aan het uitgroeien bent tot wie je echt bent. Mm-hmm. Dan merk je ook hoe dat voelt. Ja. Ja. Ik heb helemaal warm van. Nou, heerlijk.
Mooi. Maar hoe was het eigenlijk voor jou, het ontdekken dat je bi bent? Even Sarah wakker maken. Hallo. Ja, voor mij, wat jonger, ik was toen rond de 20, denk ik. En ik denk gewoon dat mijn uitdaging was dat ik mezelf niet echt serieus nam daarin, denk ik. Mm-hmm. En dat ik gewoon dacht, oh ja, het is gewoon om aandacht te trekken. Of gewoon heel veel geïnternaliseerde vooroordelen over bi-plus personen naar mezelf toe. Heel knap, want ik dacht er helemaal niet zoveel over na. En ik denk dat ik er gewoon toen het gewoon... Ja, het kwam op mijn pad eigenlijk. Want jij zei van als het in de praktijk langskomt, dan is het moeilijker om het te ontwijken. Dus ik kwam iemand tegen die mij leuk vond. En ik dacht, nou, ik ga gewoon een keer een date proberen. Dat was heel gezellig. Ja. Maar ja, toen dacht ik, oké, ik ga het gewoon zeggen tegen mensen. Ik ga date. Oh, met wie? Ja, een leuke meid die ik heb ontmoet, zeg maar. En toen was ik ook een beetje aan het kijken op hoe mensen zouden reageren. En een beetje, ja, ik wist ook niet zo goed wat voor naam ik er moest geven. Maar ik denk wel dat het echt alsnog wel echt een jaar of twee heeft geduurd totdat ik het echt voor mezelf accepteerde. Mm-hmm. En dan nog was het best wel lastig of zo. Dus ik merk ook wel die spanning die ik voel bij andere mensen, dat herken ik gewoon heel erg. Omdat je toch zo erg... Zonder dat je het weet, het geïnternaliseerd van, oh, je moet homo zijn of hetero. En alles wat daar buiten valt, dat is een beetje, ja, vreemd of aandachttrekkerij. Of dan, ja, nou, dat soort vervelende dingen. Ja. Ik was toch wel geschrokken eigenlijk hoezeer ik dat in mezelf had, zeg maar, naar mezelf toe. En en wat Marijn zegt ook, doe gewoon rustig aan op je eigen tempo. En neem de tijd ervoor, denk ik zeker. Ja, het is echt... Het is zoiets persoonlijks. Je moet dat echt niet gaan haasten, inderdaad. Zou ik niet doen. En voor jou dan? Ja, voor mij was het ook rond mijn 20ste ongeveer, denk ik, dat ik wel eindelijk ervoor uit wilde komen dat ik echt niet hetero was. Ja. Maar wat dan wel, yeah, was meer de vraag. Want op de middelbare wilde ik wilde gewoon erbij horen. Yeah. Ik wilde niet dat buitenbeentje zijn wat ik toch al wel was. Want ik deed theater en ik zong in een koor. Dus het was allemaal alweer, ja, ik deed niet aan voetbal of weet ik veel. Iedereen deed aan voetbal en hockey en dat soort dingen. En dan was ik die jongen die bij het koor zat als enige. Dus ik was toch al het buitenbeentje. Maar ik wilde dan niet nog meer het buitenbeentje worden. Ja. Dus dat is echt pas gekomen op het moment inderdaad, wat je zei Marijn, dat ik ben gaan doen wat ik leuk vind. Dus ik heb ook na mijn middelbare school nog studies gedaan, omdat ik moest iets gaan doen. Mm-hmm. Maar niet echt per se dingen, ja, wel dingen die ik ergens leuk vond. Maar het was nou niet dat ik dacht, ja, moet ik daar nou een studie voor gaan volgen? Maar dat ben ik dan toch gaan doen. En uiteindelijk zijn dat dingen die ik mezelf heb aangeleerd. Dus die studie ben ik mee gestopt. Ja. En wat ik daarvan nodig had, heb ik mezelf aangeleerd. En ik ben gaan doen wat ik leuk vind. Dus ik ben echt theatervooropleiding gaan doen. En daar ontmoette ik ook mensen die biseksueel zijn of gay zijn. En het was meteen een veel openere sfeer. Dus je zit met allemaal gelijkgestemden in zo'n groep. Iedereen is daarvoor exact hetzelfde. Iets wat ze mega leuk vinden. Dus het heeft allemaal hun interesse. Ze gaan er allemaal 100% voor. En het is super open, vriendelijk, warm, veilig. Dus daar kon ik opeens zo mezelf zijn. Yeah. En dan, toen, het was heel grappig. Ik zat in een klas van 15 met twee jongens, waar ik de één van was. En die andere jongen was ook biseksueel. Vond ik dus erg... Ja, ik vond het ergens wel grappig, want we waren dan... Oh, we zijn de enige twee jongens en allebei biseksueel. En dat was dan ook wel een beetje een running gag en zo. Mega leuk. Maar ik kon gewoon een beetje met hem flirten af en toe. Ondanks dat dan niet per se gemeend was als van... Oh ja, ik zou met je op date willen of weet ik veel wat. Maar ik had die... Ja, die veiligheid, dat zelfvertrouwen van... Ik kan speels flirten met een jongen. Mm-hmm. Zonder dat ik denk, oh shit, dat gaan mensen allemaal wel niet daarvan denken. Ik heb een oefensituatie gehad. Ja. Ja. Wow. Oh, jaloers. Ja. Ja, het was gewoon een soort veilige, ja, echt veilige sfeer. Ja. Terwijl ook die beiden onderling flirten ook met elkaar. En dan, ja, vaak voor de grap. Omdat iets in de theaterwereld, ik weet niet wat dat is, maar dan kan je dat toch sneller voor de grap, dat soort... dingen doen of zo. Yeah. Ik weet het niet. En dan is dat ook een manier van
laten blijken dat je iemand heel aardig vindt en ook op een vriendschappelijke manier dat flirten af en toe kan toepassen. Maar ook dat. Dat je erover kon praten, toch? Dat het ja, gewoon, dat ook. Dat vind ik ook wel heel belangrijk. Want ik denk ook heel veel, dat er ook heel veel newbies zijn die in een situatie zitten waar ze überhaupt niet eens over kunnen praten. Laat staan dat ze met andere mensen kunnen flirten, zeg maar. Of iets kunnen proberen. Of kunnen. Ja, want dat zie je dan ook heel vaak, denk ik. En dat is toch wel, dat is waarom ik zo blij ben dat we altijd vanuit B+ Nederland die online meetups nog houden. Of dat we meetups organiseren en de B+ dag. Omdat je dan de gelegenheid hebt om in een veilige omgeving gewoon met andere mensen te kunnen praten over wat je meemaakt. Ja, ik denk dat het daarin ook heel belangrijk is om te weten dat jij en niet alleen bent. En dat je het niet alleen hoeft te ontdekken of te doen. Want wat jij inderdaad zegt, Sarah, dat als je vrienden hebt waar je ermee over kan praten. Ik had op de middelbare letterlijk niet echt vrienden. Ik had zeg maar zo'n groepje, zo, wat ik het noem, de survival groep van dit zijn een paar mensen waar ik bij sta in de pauze. Ja. Want als ik dat niet had, was ik helemaal de loner van de school geweest, weet je wel. Dus je hebt vaak wel dan maar een vriend in de klas waar je een beetje de middelbare schooltijd mee overleeft. Tot wie je veroordeeld bent. Ja, precies. Ja. Ja. En dat zijn dan meestal de buitenbeentjes. En die zitten dan bij elkaar. Ja. Ja. En na de middelbare kreeg ik pas echt vrienden waarmee ik ook echt dat soort gesprekken kon voeren. Dus waar ik me echt vertrouwd en veilig bij voelde. Ja. En dat je kan zeggen tegen iemand, ik weet niet wat het is, maar er is opeens een jongen en die vind ik ook leuk. Ja. En dat wil nog niet eens zeggen dat ik daar een relatie mee wil, maar het is opeens iets anders. Terwijl ik ook meisjes leuk vind en ik weet gewoon niet wat ik ermee moet. En dan is zo'n vriend daar om gewoon te zeggen van dat is toch oké? Ja, dat is gewoon oké. Okay. Ja. Ja, dat mag je ook zeggen. Ja, maar oprecht. En dan nog heb ik een hele zoektocht doorgaan voordat ik überhaupt echt wist van dit is het label wat ik op mezelf wil plakken. Ja. Wat dus uiteindelijk panseksueel is. En dat is ook nog maar 2 jaar geleden. En ik ben nu 26. En dan 2 jaar, misschien 2,5 jaar geleden. Weet je wel. Ja. Ja. Maar had jij zo'n vriendschap waar je op terug kon vallen op dat moment? Dat je daarover ging twijfelen of over ging nadenken? Nou, ik heb wel een vriendengroepje. Ik heb 1 beste vriend. Ja. En ik heb een vriendengroepje waar ook een paar hele goede vrienden in zitten. Ja. En daar is er nog steeds wel 1 van waarmee ik het er wel over kan hebben. Ja. Dus ik heb 2 mensen met wie ik het erover kan hebben, maar ze zijn allebei hetero. Ja. Ja. Dus, maar goed, ja. Het zijn wel fijne, warme vrienden die openstaan en oprecht luisteren. Ja. En ook oprechte vragen stellen. Dat is ook dat is ook leuk. Ja, ja, dat is denk ik ook belangrijk, inderdaad. Nou, nog een goede vriendin van mij die zegt, is ook bi. Maar dat vind ik toch een andere ervaring. Ik zou graag ook wel een goede vriend hebben die bi is. Dat kan me ook voorstellen, inderdaad. Ja. Ik denk dat de ervaringen van bi+ vrouwen en bi+ mannen ook wel daarin anders is, aangezien de maatschappij dat ook anders ziet, zeg maar. Als we het even hebben over binaire verdeling. Ja. Ik bedoel, non-binaire mensen zullen ook wel een hele andere ervaring hebben, natuurlijk. Ja. Even oproepje doen. Nee. Ja. Man van de theorie en iets wat minder van de praktijk. Ja. Ik vind het dus ook lastig om erop uit te gaan en naar plekken te gaan. Oh ja, maar dat heb ik ook. Omdat dan dus verder te gaan ontdekken. Ja. Ja, dat snap ik. Ja. Maar dat is toch ook heel eng, want ik vond dat ook best wel, ik vind dat nog steeds eng. Maar ik vind dat heel eng, omdat je dan zo'n, ik voelde me in ieder geval echt zo'n soort van, hoe noem je dat, een bedrieger of zo. Zeg maar, van ik toen de eerste keer, dat was tijdens corona ook voor mij, toen ik naar een LGBTI+ meetup achter iets ging, of een soort van bijeenkomst met jongeren, toen was ik ook zo'n beetje zo van, oh, mag ik hier wel zijn? Ja, mag ik hier wel zijn? Dat vond ik door de mand. Ja, ja, ik vond door de mand. Klopt het allemaal niet, wat de ik denk. De enige relatie die ik ooit heb gehad in mijn leven was met een cis-hetero man. Ik merk voor mezelf wel een beetje dat ik het lastig ook vind voor mijn qua leeftijd. Ja, dat snap ik dat ook. Ik woon dus nu sinds een half jaar in Amsterdam. En misschien is het wel mijn plaatje alleen maar en klopt het helemaal niet met de realiteit. Ja. Maar ik heb het idee van niet-hetero mannen van mijn leeftijd dat ze vooral homo zijn. Ja. En in homo plekken
zich begeven. Ja. Terwijl dat trekt me niet helemaal. Nee, ik snap het wel dat het dus, misschien dan ook de vraag is waar. Waar dan wel? Waar moet ik dan heen? Dus ja. Dan denk ik veel meer queer plekken waar het allemaal wat vrijer is. Maar daar zie ik dan vooral veel jongere mensen. Mm-hmm. Ja. En dat vind ik heel lastig om dan aansluiting te vinden. Ja. Ja. Dus. Ja, dat is ook wel lastig. Ja. Want dat is er eigenlijk niet. Er zijn heel weinig plekken specifiek voor B-plus mensen. Ja. En dan al helemaal, zeg maar, niet voor, voor ja, oudere mensen. Ja. Ja. Nou, dat is inderdaad echt wel een gat in de markt. Ja. Dus als je nog een leegstaand pand hebt. Ja. Ja, ja. Weet wat je kunt. Ja. Ja. Er wel al, zijn allemaal nieuwe clubs open, dus ik wil daar wel allemaal heen. Maar ja. Ja. Ja, nee, dat heb ik. Ja. Ja. Ja, dat is altijd aftast, ja. Inderdaad. Ja. Ja, is er nog iets wat je luisteraars wil meegeven, Marijn? Nee. Dat ga je goed. Heb ik al gezegd. Ja, dat is waar. Ja. 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 Mooi. Nou, mooi. Dan, dan was het dat alweer voor deze aflevering. Bedankt allemaal voor het luisteren naar de B+ Nederland podcast. Bedankt aan Marijn dat je te gast wilde zijn. Ja. Ja, hartstikke leuk. Vond het een fijn gesprek. Ik ook. Deze podcast, nou fijn, deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door B+ Nederland, de landelijke emancipatieorganisatie voor B+ personen. Wij zijn er bi-weekly, dus volgende week kan je wel kijken, maar dan staat er niks nieuws online, want dat komt dus pas weer over 2 weken online. En dan kan je onze volgende podcastaflevering luisteren, maar kan je tot dan niet wachten, dan kan je ons altijd volgen op Instagram, Facebook of meer informatie vinden op bplus.nl. Op Instagram is dat @bplus. En al die informatie staat ook in de show notes. Dan wil ik ook nog heel graag Sarah bedanken voor het co-hosten. Thanks. Super fijn. En jij tot de volgende keer. En in de show notes staat alle informatie. Ik weet niet, Marijn, of jij ook nog je Instagram of iets wil delen waar mensen je op kunnen volgen. Oh, ik heet Marijn. Ik sta op bplus.nl. Ja. Oh, ja, dan heb je mijn hele naam en dan kan je googlen. Dat nou, komt helemaal goed. Super. Dan komt het zeker goed. Dan tot de volgende keer en bye bye. Doei.